Ik ben Raaij van Dijk, de voorzitter van de veevleeskeuring aan de Zeksteeg in Ede. Wat wij hier van plan zijn is vandaag om een koeienkeuring weer te starten die uiteindelijk toch van oudsher in Ede nog geweest is. Hebben wij met ons bestuur opgepakt met 3 man en we hebben er een hele grote sponsoring omheen gedaan met de markt. Maar het hoofddoel is uiteindelijk de koeienkeuring. En wat houdt de koeienkeuring in? Dat is kwaliteit beesten die neerzetten, dat we aan kunnen bieden en kunnen laten zien wat een goede koe is die bij een goede slager in de winkel komt te liggen. En dat is het verschil tussen gewone melkbeest als dit superluxe dieren. En dat willen wij hier teweeg brengen. Dat is weer heel mooi, want hoeveel jaar is het niet in Ede geweest, deze keuring? Ik weet het niet precies. Ik ben nu 67 en volgens mij is dat 40 jaar terug geweest. Dus het is eigenlijk weer helemaal nieuw terug? Ja. Dat is prachtig, toch? Ja, dat is prachtig. Ja. We hebben in de tijd wel een markt gehad in Edeveen. Maar dat is gewoon puur een veemarkt. Maar de echte koeienkeuringen, die waren bij de Roodbonte bij de familie van Eck aan de Dijkgraaf in Bennekom. En dat is zeker 40 jaar terug, of nog langer. Oké. Nou, ik ga eens een rondje maken en kijken hoe het nou is. Bedankt. Ja, graag gedaan. Kinderkeuring. Dus ik zou zeggen, tot zo dadelijk. Ja, dat klopt.